Het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen in samenwerking met de Lions Clubs Paramaribo Central en Ikeri de verkeersveiligheidsmaand afgesloten. In het Kokos-district werd de 9e verkeersvlag van de clubs gehesen. Anis Kairous, first vice president van Lions Club Paramaribo Central, hoopt dat de verkeersvlag op volle stok blijft en dat het ook voorbijgangers bewust maakt van een veilig rijgedrag. Eugenie Isaias, lid van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers KSV, heeft het vaker gehoord dan dat men zich afvraagt als de verkeersveiligheidsmaand nog zin heeft, want juist in deze maand worden er veel dodelijke verkeersslachtoffers geregistreerd. U hoort ook Henk Wip, hoofd van afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die zich afvraagt of de benaming verkeersveiligheidsmaand op deze manier wel voortgezet moet worden. Die uitspraak heeft gemaakt dat mijn waarde broeder Helmut Gesius en ik hebben gezegd, stilstaan is geen optie, maar het is soms wel goed om stil te staan bij zaken die je vaker hoort. Omdat als je er niet op een adequate manier op inspeelt, dan gaat dat idee postvatten. En u weet, onze gedachten die rennen ons vaak vele malen sneller vooruit. En krijgen vorm in handelingen. En eigenlijk wat we niet willen, dat we het geloof verliezen dat we daadwerkelijk kunnen komen tot veilig verkeer. En op een gegeven moment zit je af te vragen of je niet moet praten over een verkeersonveilige maand. En de reden waarom ik dat zeg of aangeef, is dat wij meer de nadruk moeten gaan leggen op verkeersonveiligheid. Want we praten over verkeersveiligheid, maar wat wij willen realiseren is wel de verkeersveiligheid. Maar we willen eerst de verkeersonveiligheid aanpakken om te komen tot de verkeersveiligheid. En ik heb voor mezelf ook besloten om meer de focus binnen mijn eigen werkzaamheden te leggen op de verkeersonveilige zaken. Volgens waarnemend districtscommissaris van Coroni, Mike Nerkust, is het te betreuren dat er tijdens de verkeersveiligheidsmaand meer aanrijdingen plaatsvinden. Ook de minister van Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn, zegt dat serieus naar het concept moet worden gekeken van de verkeersveiligheidsmaand en naar het gedrag van de bestuurders. Als je als bestuurder op een bromfiets, fiets, motorfiets, auto, bus, truck, als je daar achter zit en je begint te rijden, ben je niet verantwoordelijk alleen voor jezelf. Dus niet jouw eigen geluk en ongeluk ben je bezig aan het smeden. Maar in dit geval neem je zeker toch dat van ieder ander in de omgeving, zelf voetgangers, toch, die in een straal van 100 meter rondom je heen zijn, neem je mee. Dus je verantwoordelijkheid is veel groter dan menig één denkt. We moeten eigenlijk teruggaan in onszelf. En ons afvragen, als wij als deelnemers in het verkeer niet een ander gedrag moeten tonen. Moeten wij niet het voorbeeld vormen? Moeten we niet zelf een stapje in de richting van beter en veilig verkeer zetten? We praten veel, we zeggen veel, we beloven veel, maar wat doen wij? Mensen, ik denk dat wij nog een verkeersveiligheidsmaand moeten benoemen. Maar dan moeten we het werkelijk noemen verkeersveiligheidsmaand. Want de afgelopen maand was absoluut geen verkeersveiligheidsmaand. Minister Ferdinand Welzijn van het ministerie van Justitie en Politie ad interim en daarvoor Mike Nerkust, waarnemend districtscommissaris van Coroni. Zij spraken tijdens de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand. De Lions Clubs Paramaribo Central en Ikeri hebben de 9e verkeersvlag gehesen op het terrein van het commissariaat in Coroni.